Kings nieuw is een beetje, je viel uit in de vorige wedstrijd. Ja, het gaat, gaat gelukkig wel beter. Ik voel het aan mijn hamstring. Maar afgelopen dagen goed hersteld, dus het voelt al wat beter. Ja. Dus je kan spelen morgen? Als het aan mij ligt, kan ik spelen morgen. Ja. Is het eigenlijk een fijne wedstrijd om te spelen, zo'n bekerpotje? Of is het een hinderlijke onderbreking in ja, toch een lastige competitieseizoen? Ik denk dat het weer, voor mezelf is het weer heerlijk om zeker om te spelen. Ik denk als team zijn er ook. Natuurlijk zit het in een lastig pakket. Maar ja, het is weer een bekerwedstrijd. Kort zeggen naar de beker toe. Dus ja, het is voor iedereen heerlijk eigenlijk. Ja. Je zegt dat de kortste weg naar de beker toe. Maar alle alarmbellen rinkelen natuurlijk als het gaat om degradatie. Maar jullie geloven wel in een bekersucces? Ja, zeker. En dat, dat moet je ook volhouden. Ik denk dat nou ja, naar alle omstandigheden weet je, moet je het positief blijven houden. En het is gewoon weer vooruitkijken. We weten waar we in zitten, dat weet iedereen. En daarin moeten we energie uit onszelf halen. En dan is dit weer een mooie partijtje. Waar haal jij het vertrouwen uit op dit moment? Mijn vertrouwen? Ja, gewoon uit de groep natuurlijk. Zeker weten, uit de jongens, de technische staf. Maar als je om je heen kijkt en je kijkt de jongens aan, dan heb je nog wel het idee van dit gaat goed komen. Ja, zeker. Ik, weet je, ik train elke dag met de jongens. Ik ben elke dag samen met de groep. En ik zie gewoon dat er vuur is. Er is nog steeds vuur. Alleen ja, qua resultaten gaat het gewoon echt minder. Maar als je kijkt op trainingen en we kijken naar de wil is er nog steeds. En we willen voor elkaar vechten. Ja, alleen helaas zit het even niet mee. Ja. Eigenlijk is het juist een tegenovergestelde analyse van wat heel veel andere mensen zeggen. Want die zeggen, we zien juist allemaal spelers die zonder zelfvertrouwen spelen. Ja, dat, van buitenaf kan ik dat zeker begrijpen. Soms lijkt het alsof we wat eigenlijk aan het doen zijn. En, maar ja, dat is het. Het zit er wel in, alleen het komt er niet naar buiten. En dat is gewoon dat is een heel lastige positie. Ja. Wat is volgens jou de grootste oorzaak van de slechte resultaten? Ik denk als we naar onszelf kijken, we zijn heel slordig aan de bal. En we geven de goals te makkelijk weg. Ik denk niet eens dat we... Oké, we spelen niet heel goed voetbal, natuurlijk. Maar als je kijkt naar de kansen die we creëren veel kansen, alleen ja, we scoren niet. En de tegenstander, ja, die heeft een paar kansen nodig en die krijgt heel makkelijke goals. Dus ik denk dat dat echt het grootste probleem is. Je hebt twee seizoenen geleden ook zo'n situatie meegemaakt, hè, waarbij je heel lang eigenlijk tegen degradatie aan het voetballen bent. Wat heb je van dat seizoen geleerd? Dat je echt positief moet blijven. En bij groep, als groep zijn, dan moet je echt dicht bij elkaar blijven. En op elkaar vertrouwen, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan uiteindelijk komt het vanzelf. Ook al spelen we slecht, het gaat nu echt om punten halen. En gewoon punten binnenslepen. En dan komt het voetbal komt later dan wel. Ja. Wat zijn er veel vergelijkingen tussen dit seizoen en dat seizoen? Nou, dat seizoen stonden we nu 17e en nu staan we 15e. Dus dat is positief. Maar qua puntenverschil is het ook heel anders. Maar meer qua sfeer. Ik bedoel, wat ik zei, ik proef nu een soort van gelatenheid. Dat jullie ook echt heel erg zoekende zijn. Was dat toen heel anders? Nee, ik denk dat het wel hetzelfde is. Ik denk dat iedereen toen wel echt zoekende is naar elkaars vorm, weet je. Het is ook van spelers, gewoon echt de belangrijkste spelers. Niemand is echt in vorm. En niemand kan zichzelf echt laten zien nu. En dat, ik denk dat het ook het grootste probleem is. En daarin moeten we als team zijn. Dan moeten we echt met elkaar hard blijven werken. Om dat weer terug te krijgen. Ja. Jullie trainer toen, Ron Jans, die was heel erg zelfkritisch. Die zei in de winterstop, de befaamde woorden, kan ik ze nog wel raken? Ja of nee? Kan deze trainer jullie nog raken? Jazeker. Ik denk dat hij ons zeker kan raken. En ik denk dat het ook goed is dat we naar onszelf kijken. Dat zeker weten. Er ligt veel druk op ons, maar ook op de trainer zijn. En dus het is heel belangrijk dat we dicht bij elkaar blijven. En dat we positief blijven. Ja, en de rest zien we zelf wel wat er dan gebeurt. Ja, want van buiten kijken we soms ja, wat opmerkelijk naar bepaalde keuzes. Dat hij bijvoorbeeld ja, van de week Boer in de goal zet, hè, in plaats van Van der Hart. Hoe wordt daar in de spelersgroep dan bijvoorbeeld op gereageerd? Ja, dat is trainers keuze. Daarin kunnen we niet veel zeggen. En, ja, dat is zijn keuze uiteindelijk en dat hebben ze onderling met elkaar bepaald. En ja, natuurlijk is het weer anders. Maar ja, daar moeten we het mee doen helaas. Ja. Zullen we even positief afsluiten?
Wat gaat het morgen worden? Want je begon zo positief over jullie bekerwedstrijd tegen AZ. Ja, precies. Ik denk dat het 1-2 wordt voor ons.